Ek en jy het reeds wat nodig is om mee te begin. Dikwels lei ons aan die vrees dat ons te onkundig is, dat ons voel ons weet te min, dat ons nog moet voorberei. En natuurlijk is het goed om voor te bereiden. Natuurlijk is het nodig om kundig te raken. Maar dikwels word ons lam geleid deur wat hulle in Engels noem analysis paralysis, ontleding, verlamming. Wanneer Jesus' volgelinge die levenspad begin loop, dan het ons die Heilige Geest wat in elke situasie voor ons help en voor ons leiding gee. Ons hoef nie oor alles te weet nie. Ons moet seker wees dat ons die gebod van liefde vir God, ons naaste, onszelf blijft volg. En daarom is het nodig dat ons Godse Bijbel lees, dat ons sal bid, dat ons het sal oorpeins, zodat het deel van ons leven kan raken. En ons volgt dit met de opstel voor de Heilige Geest, vir wat die Heilige Geest als een saad in ons saai en laat opkom op die einde. Want als die Heilige Geest in ons is en leef soos God beloof, dan brengt die Geest voor ons nieuwe ideeën naar voren, nieuwe moontlikhede waar ons het nooit van tevore gesien het nie, nieuwe energie wat vrygestel word, nieuwe hoop wat dit vir die wereld bring. Paulus herinner in 2 Timotheus 1 vers 14, wat aan jou toevertrouw is, sê hy vir Timotheus, is goed. En hy sê dit eindelijk vir ons allemaal ook, bewaar dit door die Heilige Geest wat in ons woon. So hou jou op vir die Heilige Geest, zodat die Heilige Geest die moontlikhede wat reeds in jou is, contact met die moontlikhede wat God voor ons gee. En so verander ons die wereld in een beter plek, en ons verander die leven in een beter huis, saam met God. Jy het reeds wat jy nodig het, om die nieuwe mee te begin. Vertrouw net die Heilige Geest. Leef geïnspireerd.